Ik zeg yo gasten, welkom bij een nieuwe aflevering van All the Cash You Can Carry. Yo gasten, welkom terug bij Daddy Cool. Ja, yeah, welkom terug gasten. Het mag jullie niet ontgaan zijn. Nee, dat lijkt me heel sterk dat het jullie ontgaan is. Want dit weekend waren er heel veel capture missies die er voorbij kwamen door je telefoon heen. En dat heeft te maken met deze missie. Bepaalde missies waarin, gemodderde missies, waarin kills 10.000, GTA dollars opleveren. 10.000 per kill. Ja, dat ging echt serieus veel geld opleveren. En ik heb deze veel gespeeld met mijn vrienden afgelopen weekend. Nou ja, ik heb er zitten twijfelen. Moet ik deze online zetten? Moet ik die voor jullie online zetten? Want ja, ik wil jullie niks onthouden. Maar het grote probleem van deze jobs is dat je de jobs dus gewoon niet kan downloaden. Want op het moment dat ze op de Social Club kwamen en Rockstar kwam erachter dat het om zo'n gemodderde missie ging waarin je heel veel geld kon krijgen, ja, werden ze gelijk offline gehaald. Ze werden gelijk verwijderd en dat was echt dikke vet balen. Alleen als je op het moment dat je in een job zit, ja, dan kan je er gewoon net zo lang in blijven zitten tot je krampen in je vingertjes krijgt, zeg ik. En dat heb ik ook menig keer gehad. Ik werd er echt... Op een gegeven moment word je gewoon helemaal suf van, hè? Al dat killen, alleen maar killen. Ja, lachen hoor. Ik heb echt wel gelachen. En ik heb heel veel geld verdiend, want ik ben dus een nieuwe karakter gestart. En daar heb ik echt serieus geld mee kunnen verdienen. En dat is lekker, want ja, ik moest even wat dingetjes kopen op dat karakter. En nou, helemaal goed. En dit is ook goed gelukt, zeg ik. Ik zit inmiddels alweer met een CEO en een MC en een weet ik veel, alle shit. Bunker, MOC, weet je wel. Ik heb alles al gekocht en ik heb nog een dikke vette 22 miljoen over. Gewoon een paar van die jobs doen. Heel vet. Echt super gaaf. Al mijn vrienden die nog geen nieuw account hadden, die hebben er maar gelijk eentje gemaakt. Want ja, hier heb je niks voor nodig, dit kan je gewoon aan meedoen en je kan gewoon geld verdienen. Dat is echt super tof. Alleen ja, zwaar illegaal natuurlijk en gemodderde jobs. Het enige nadeel is de link. De link die, als ik hem nu in de video hier zou zetten, dan wordt hij alweer verwijderd voordat ik de video heb geüpload. Dus dat heeft totaal geen enkele zin. Dat is de manier waarop Rockstar dit patcht. Maar ja, we kunnen nog wel wat anders doen. We kunnen wel bijvoorbeeld, als ik vanavond een job heb, kan ik wel even live gaan en dan jullie uitnodigen. Dan zet ik mijn eigen zelf online. En dan kunnen jullie bij mij in de job komen. Kan ik de job starten. En dan kunnen jullie een boek maken, door hem even snel te doen. Boek maken en dan gelijk weer opnieuw te starten. En dan met een vriend en dan kan je gewoon met één vriend gewoon de hele tijd doorgaan, jongen. Dat is echt waar. Dat gaat je miljoenen opleveren. Miljoenen deze missies. Alleen ja, wat ik zeg, hè, ze zijn heel vaak weg en dan moet je weer net even geluk hebben dat er weer eentje is. En dan moet je daar met z'n allen weer gelijk massaal erin. En huppakee, dan haalt Rockstar hem weer weg. Ach, zo gaat het. Het is een groot spel natuurlijk. Hè. Dus mocht ik vanavond nog een videootje live hebben of anders morgen of zo, als ik een job heb, ga ik live. En als ik live ga, dan kunnen jullie mij joinen en dan zal ik zorgen dat jullie in die job terechtkomen. Helemaal tof. Wees er gewoon snel bij. Kijk gewoon even goed als je invites op je telefoon krijgt. En het gaat over capture missies. En er staat bij modded money of money drop of weet ik veel wat. Ja, ze zijn niet allemaal echt. Want de meeste zijn ook wel fake. Maar als je er eentje hebt, ja, dan is het echt dik vet cash, jongens. Echt dik vet. Ik zeg maar voor nu, Daddy Cool, ga er even lekker monies maken. Ik zeg, yo gasten, Daddy Cool signing out. Till next time. Happy glitching. Ciao.